Sterrendam, Rokanje, Oostvoorne, Brielen, Spijkenissen, Hellevoetsluis. Kijk eens aan. En wij zijn begonnen april vorig jaar. Het feit wilde dat in het jaar daarvoor er een aantal koren, waar wij als zangers ook mee zongen, die hielden op te bestaan. En we hebben elkaar gevonden en met wat rondbellen en praten. Toen eigenlijk een beetje ook dat we Willem Meijvorm hadden getroffen bij een koor hier in Spijkenissen, wat ook ophield te bestaan. Okay. En uiteindelijk naar een zoekwerk, waar kunnen we repeteren en wie is dat leuk. Toen zijn we als een klein clubje begonnen, een mannetje of 10, 12. En geleidelijk is dat uitgegroeid tot de huidige samenstelling. Ja, tussen anderhalf jaar bestaan jullie zo. We zijn nog een heel jong en vers koor. Ja. Niet qua leeftijd, en een beetje grijs. Ik wou weer een grapje gaan maken, maar je bent me net voor. Ja, nee, maar zo zit het eruit. En, En hoeveel leden bestaat er nu zo'n beetje? 18. En dames? We hebben vijf sopranen. Ik ga even een rij langs. Vijf tenoren, vijf alten en drie bassen. Mooi. Ja, dus de bassen kunnen er altijd bij om dan in de balans van het koor wat meer erin te krijgen. Is het gewoon goed als van elke stemsoort evenveel zangers zijn. Ja. Waar komt de naam Liebe Cantare vandaan? Ja, we hebben een tijd lang gezongen zonder naam, we waren naamloos. En op een gegeven moment moeten we ergens naar heten, moeten we een naam hebben. Ja. Toen hebben we er een paar avonden over gedaan, dat iedereen ideeën kon aandragen van, nou, hoe gaan we nu heten als voortaan, hoe gaan we ons kenbaar maken in de regio. En daar heeft ieder lid heeft daar één of meer suggesties gedaan, die hebben op een rij gezet, op een flap eigenlijk. En toen zijn we gaan stemmen. Iedereen kon een stem uitbrengen van wat zijn favoriete naam was. En gewoon allemaal opgeteld. De meeste stemmen die werden het. En het werd Liebe Cantare. Latijn woord voor wij, ik. Ik, we zingen graag. Okay. Dus dat is eigenlijk de vlag wat er, die dan bij ons wappert. Ja. Het is zo dat het is wel dat het heel wat is dat zoveel mensen uit verschillende koren die ophouden te bestaan. Dat maak je heden ten dagen heel veel mee met. Ja, of het nou een zangkoor is of het is een voetbalvereniging. De besturen die gaan maar terug en die gaan maar terug en ze hebben er niet zoveel zin meer in. Maar met dat zingen, het is heel mooi dat je dan zo'n 20 man zo bij elkaar weer hebt kunnen krijgen. Mijn vrouw en ik, we waren gisteren in Brielen, er was een korenfestival. Okay. En ja, daar deden we niet aan mee, maar misschien volgend jaar, maar dan moeten we ook bespreken of dat gaat lukken, ja of nee. Maar wat me aangenaam verraste is hoeveel koren er zijn en hoeveel verschillende koren. Het was een hele gevarieerd programma gisteren in Brielen. Je had op vijf locaties, werd per half uur was er een optreden van, ik denk dat we gewoon tegen de 20 koren zitten. En dat zijn allemaal koren uit de regio. Zag je ook toevallig bij Slag in de Stoot, of niet? Ja, ik heb de lijst nog niet bij me. Nee. Maar ik bedoel maar. Ja, maar dat het verhaal is dan dat of het koren wat aan het afkalven zijn, maar dat was alles behalve afkalven. Er waren heel enthousiaste zangers. Het viel wel op dat er vaak bij koren wat een tekort en krapte is aan mannenstemmen. Ja. Maar over het algemeen, ja, er wordt flink gezongen hier in de regio. Dat is echt wel een goede constatering dat zo is. Ja, de dirigenten komt nog uit Spijkenisse ook, hè? Dan? Die Willem Meijboom? Nee, die komt uit Brielen. Oh, de Brielen, ik dacht, die had een koor in Spijkenisse. Zo was het. Ja, toen daar zong hij mee, of daar dirigeerde hij als invaller. Oké. Allerlei omstandigheden, maar hij viel erin. Ja, en zo zijn we aan hem blijven plakken eigenlijk. Ja. Dat is langs het mooie. Nou, hij komt straks, hè, dus hij is nog onderweg. Hij had verplichtingen nog in de kerk en aansluitend rijdt hij vanuit Brielle hier naartoe. Ja, en daar zijn wij weer. Ja, zeker weten. We hebben Louis Keijzers, voor het reclameblok hebben we al gehoord, zanger van natuurlijk Liebe Cantare. En natuurlijk is ook gelukkig de dirigent binnengekomen, want die staat al met zijn stokje te zwaaien. Willem Christian Meijboom, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, en je kwam hier binnen en je ging gelijk naar de muur. Dat is de Catharine kerk. Ja, dat is de Catharine. Die staat op de muur hier afgebeeld. En daar kom je net vandaan. Ja, ik kom net uit de kerk, ja, natuurlijk. Ja. heb je vanochtend een koor gedirigeerd? Nee, vanmorgen. Ik heb verschillende functies in de kerk. Ik ben diaken en ik ben organist.
organiseren. Maar vanmorgen was ik, je moet je plek weten, vanmorgen was ik de man die dus de plaatjes op die afbeeldingen regelt. De liederen die gezongen worden. Sinds de corona wordt het in de kerk afgebeeld op beeldschermen. Zo. En daar heb je natuurlijk wel een bediening voor nodig. Ja. Dus dat was ik vanmorgen. Okay. De knoppenman. De knoppenman. Goed, ja, de knoppen. Ik heb niet naar de knoppen geholpen. Nee, maar je, de knoppen moet je over de zon draaien, ook bij de zanger en zangeressen, denk ja, ik. Ja, zeker. Zeg, nou ja, Louis heeft het al verteld voor het reclameblokje dat je dirigent bent. Hoe lang doe je dit al bij... Vanaf mijn studie. Heel mijn leven. Heel je leven doe je ja, al... Ja, ik denk dat ik alles bij elkaar toch wel voor 30, 35 koren heb gestaan. Ja? Ja, ik ben ook niet zo voor om bij een koor 25 jaar dirigent te zijn. Dat vind ik slecht voor het koor, sowieso. Ja. Dus bij de meeste koren heb ik mezelf weggemanoeuvreerd. Ja. Van zo is genoeg. Nou, wat Louis al vertelde van anderhalf jaar geleden, is dit opgericht. Ja. Diverse mensen uit heel veel andere koren, en die zijn bij elkaar gekomen. Ja. Liebe Cantare, en daar sta jij voor, hè? Ja, zeker. Hoe vind je het koor? Nou, ik sta ervoor, ik sta erin, want ik ben ook koorlid, ik zing ook mee. Dus ik ben een soort vliegende kiep. Ja. Ik heb gezegd van, ik wil geen dirigent zijn, ik wil het koor leiden, vanuit mijn expertise. Maar ik voel mezelf echt koorlid. En straks bij het concert, dan zing ik ook gewoon de baspartij. Ja, want het is een hele mooie, heel mooi poster eigenlijk die erbij geregeld is van de Sint-Martinenkerk. En dan zie ik ook de naam van Kirsten Meiboom Bars. Ik denk, misschien is dat zijn zoon wel. Ja, precies, dat klopt. Ja. maar dat is niet zo. Er staan 8 verschillende namen bij. Ja. En Andries Stam Orgel, is dat de organist van de katholieke kerk? Ja, dat is een hele goede vriend van mij, mijn soulmate zeg maar. En die is, je hebt mensen, dat kent u misschien wel, dat verschijnsel, wat ze zien, dat maken ze. En dat is een begrip, hè? Mijn broer heeft dat, wat hij ziet, dat maakt hij. Ja. Maar die Andries Stam, wat hij leest, dat speelt hij. Ja. Dat is werkelijk een geniaal mens. Ja? Ja. En dat is de organist ook wat ik zei. En vooral als begeleider, want als de eigenschap van de begeleider is dat je heel goed naar anderen luistert. Want dat zegt het woord al, je begeleidt, je speelt geen solo, je bent een ander. Dat is een begeleiding, dus je moet heel goed naar solisten luisteren, naar het koor. En dat doet hij perfect. Ja. 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 Dan zijn we ook, het is een Mozart-concert. Louis, leg uit, het Mozart-concert, is dat specifiek iets... Voor jullie koor? Nou, wij zingen graag klassieke werken. Ja. En op enig moment, begin dit jaar eigenlijk, kwam Willem met de suggestie, laten we een Mozart werken gaan zingen. Dus Willem heeft vanuit zijn, hij is een wandelende bibliotheek, heeft hij de mooiste werken gekozen. En die gaan wij niet alleen als koor, maar ook met 4 solisten en met een mooi met een aantal instrumentale mensen erbij, die met een bas en een viool. En natuurlijk de organist geeft ook een apart nummer van Mozart, dus het staat allemaal in teken van Mozart. 5 werken plus een orgelspel. Ja, en dat afgewisseld deel zingen wij als koor alleen, dat is met name het eerste werk wat we zingen, het AVV-room. En daarna komt er een werk waarin de soliste helemaal kan stralen met haar Laudatum Domino. Dat is een prachtig werk. Ja. En dan bouwt het nog 3 andere nummers. Maar zo is dit ook een mooie gelegenheid om nog even een stukje een voorproefje te geven van wat mensen kunnen verwachten als ze komen luisteren. Ja, maar 12 oktober is echt wel een dingetje, geloof ik, hè? Nou ja, we zingen er helemaal naartoe. We zijn er lang mee bezig. En op een gegeven moment dan weet dat het... Dan mag je van start gaan, dan wil je presenteren en het mooiste brengen wat je geleerd hebt. En wat Willem ons heeft proberen bij te brengen. Dan hebben we het even een stukje gezien ook. Maar je kan het langzaam zingen. Zeker. Ik kan het heel snel zingen. Ja, absoluut. Ja zeker. Dat hangt van een aantal zaken af. De ruimte waarin je zingt en met hoeveel. In november dan zingen 5.500 mensen, een koor van 5.500 mensen in de Royal Albert Hall, de Messiah van Handel. Dat is een koor van meer dan 5.500 mensen. Het is geen publiek, alleen maar koor. Ja. Dat is gewoon typisch Engels. Daar is de kwantiteit heel erg belangrijk. Het snelst, het hoogst, het meest. En in dit geval is het het grootste koor zingt Handel. Nou, ik heb daar niks mee, want ik ben juist... geknipt voor hele kleine groepjes, zoals
die maar dit komt rijden. Toen we het even zaten te bekijken, wat erover van, ja, de koorleden bewegen zich met een blad voor de neus. Ja, dat ziet er niet. En je zegt zelf ook, in de Katerijnenkerk, waar heel veel echo is, ja, daar moet je juist langzaam zingen. Ja, ja, maar dat lichaam dat staat stil. Als het goed is, een zanger die staat te zingen, het lichaam beweegt, als het goed is, niet. Nee, dat is allemaal, je zou kunnen zeggen, dat is allemaal ruis, allemaal storing, minder goede stemvorming. Het moet echt met het hoofd gebeuren en het middenriff. Ja. Ja. Want er moet natuurlijk ontzettend veel lucht naar boven komen. Ja, door je neus naar binnen en door je mond naar buiten. Ja. Met de goede toon. Ja, oké. Hey, nou, is dit een Mozart-concert, dat aanbevelen we net gehoord. Want waarvoor Louis nou Mozart? Waarom nou niet Brahms of weet ik veel wat? Oh ja, wie zal het zeggen? We zijn nog een... intern zijn we ook aan het verzamelen, aan het inventariseren. Ja. Leden kunnen hun ideeën aandragen. Ja. Nou, misschien luisteren het leden nog een paar mee, maar we gaan weer een keer in de pauze doen, meestal onze zaken. Dan gaan we overleggen van wat willen we zingen na dit. Ja. Dus het is, de sky is the limit zou ik zeggen. Wat wij leuk vinden, dat is onze naam ook, ik zing graag, dat zingen we. Dus zo komen we tot onze keuze. En nu zingen we Mozart en dan over een poos gaan we naar een andere dirigent over. Andere dirigent. Hij of een kan... andere, excusez le mot. Ja, je kan zeggen, hij kan daar niks van, maar dat wil hij. Nee, hij kan het wel, maar ik bedoel, gaan we naar een andere componist over en daar komen we wel uit. Het gaat lukken. Ja, oké. En dan Christian, Mozart, is dat ook jouw favoriete componist? Nou, dat mag je wel zeggen, ja. Het is heel mijn leven al mijn favoriete componist. Mijn voorstel komt ook niet zomaar uit de lucht vallen, want in 2017 ben ik met pensioen gegaan als dirigent van de Roomse Kerk in Brielle. Okay. En toen is dit complete concert, zoals we het nu doen, is toen ook uitgevoerd. Oh. Als afscheid. Okay. En toen heb ik iets heel bijzonders gedaan, vind ik zelf tenminste bijzonder. Vanwege mijn afscheid heb ik met het koor nog een nieuw werk ingestudeerd. Dat doen de meeste dirigenten niet. Die kijken dan even, wat waren mijn mooiste werken en die wil ik nog een keer doen. Nee, ik heb juist voor mijn afscheid een nieuw werk ingestudeerd. Dat is bijkans het grootste koorwerk, dus zonder solisten, van Mozart, namelijk Te Deum. En daar besluit het concert ook mee. Dat is een groot koorwerk, machtig mooi. Dat straalt aan alle kanten. En dat gaan we ook zo uitvoeren. Ja, maar dat heb je nooit verder uitgevoerd dan, of zo? Te Deum, nee. Dat is dat te lang in of zo? 2006. Nou, het is een klein kwartiertje. Oké. Okay. Maar voor een koorwerk is het een groot koorwerk. Je moet het wel, dat wat Louis net zegt, dat is echt een stuk waarbij je lichaam in goede conditie goed gaat staan. Een beetje op je tenen leunen, tikkeltje naar voren toe. En het hoofd vooral niet naar achteren, maar naar voren toe. Ik zie mijn zangleraar nog bij mij doen, een van de eerste dingen die hij mij deed. Hij zegt, Willem, als je zingt, dan gaan we dit doen. En in die stand ga je zingen. Ja. Hier los en daar strak. Dus een beetje naar voren. En niet zo. De kruin moet aan een touwtje naar het plafond. Dat is ook een prachtige... Dat leggen dirigenten uit, je moet zo zingen. Ja, geweldig. Ja. Zijn zo ongeveer 20 koorleden, hè? Qua leeftijd. 18, ook qua leeftijd. Zit er ook jongeren bij of is het allemaal oud van goud? Ja, wat is jong? Een aantal mensen werken nog. En dus we zijn niet allemaal stokoud, maar overwegend is het toch... Nou, 60 en 70 dus? Net met pensioen. Eind 50, Eind 50? Ja. Het is geen stokakkoord. Nee. Maar er melden zich geen jongeren aan. Ja, ze zijn altijd welkom. We hebben ook een kinderkoor toevallig. Dan moet je bij ik heb in mijn leven wel diverse kinderkoren gehad. Mijn eerste koor was een kinderkoor. Ik was zelf ook nog een beetje kind, 16 jaar. Maar dat was in Brielle, dat was het koor der Capo. Dat betekent ook vanaf het begin. Ja. Maar ik ben aan kinderkoren verder niet meer toegekomen. Maar er zijn in Nederland... wereldberoemde kinderkoren. Zeker, jazeker. Een goede kinderkoren. We hebben zelfs het Nationaal Kinderkoor in Den Haag. Dat is prachtig, prachtig. Een visitekaartje voor cultureel Nederland. Zeker. Oh, ja. Je hebt in Portugal heb je de Regenboog, dat is ook een kinderkoor. Ja, dat ken ik, ja. Dat bestaat geloof ik 10 jaar of zoiets. Ja. En dat ook heel leuk als die bij jou op visite komen in de studio. Want de kleine grut dat amper boven de tafel uit kan komen. Ja, maar ze vinden het zo leuk om te zingen, hè? Ja.
ja, ja. Ja, dat is alleen maar leuk. Ja. Ja. Misschien nog even iets over Mozart en het klassieke. Ja. Dat vind ik persoonlijk dat het me bijzonder, het verbaast me dat muziek die een paar honderd jaar geleden geschreven is, dat u nu nog zo leeft. Ongelooflijk, hè? En dan, als ik dan zing, dan voel ik het bijna alsof ik een estafettestok in hand heb, muzikaal dan. Ja. En ik mag even een stukje cultuur meedoen. Je kan het doorgeven. Ja, dat doe je in feite als koor en als zanger om die muziek levend te houden. Ja, en ja. Het is muziek die verveelt nooit. Die is hartstikke ontroerend vaak om te luisteren. En is dat om te luisteren, maar ook om te zingen natuurlijk. Ja. Dus dat wil ik nog even toevoegen aan het klassieke wat wij dan zingen. Ja. Ja, het mooie is ook dat we ons concert laten begeleiden door een zogenaamd basso continuo. Dat is een vorm van begeleiding uit de tijd van Bach. Dus voor Mozart. En als Bach in 1750 sterft, zou je zeggen, dan stopt de barok. Ja. Die van zondag op maandag, maar het is over. En dan begint er de tijd van wat we noemen de klassieken, tot 1825. En dan begint de romantiek. Maar die klassieken, die staan voor drie componisten uit Wenen, namelijk Mozart, Haydn en Beethoven, de Weense klassieken. Ik weet nog dat ik het moest leren op school. Ja. En dat is een novum van het groeiende symfonische orkest. Toen kwam er ook een soort kwantiteit in de wereld. Alles moest ook groter en meer. Er kwamen ook meer mensen luisteren. Mensen werden rijker, die konden naar concertzalen. Noem maar het Concertgebouw in Amsterdam. Ik dacht uit 1887. Is ook uit die tijd dat de concerten groter werden. En er meer mensen kwamen luisteren. En alles was in opbouw. Typisch West-Europees fenomeen. Ja. En die Mozart, die is daar, heeft daarvan aan de wieg gestaan. Ja. Dat was echt ook een man die zijn muziek, ook door zijn vader natuurlijk, want dat was de heerser, die bracht hem overal. Hij heeft ook in Den Haag gespeeld, in Amsterdam heeft Mozart gespeeld, in Haarlem. Ja. En heeft zelfs nog in Nederland composities gecomponeerd. Zo. Op Nederlandse volksliedjes, hele beroemde zaken. Dus Mozart is ook een man die in de wereld stond. Alles voor niets terugdeinsde. Dat is misschien ook wel een beetje het novum geweest van zijn vroege sterfdatum. Ja. Nou, ik waren wat cd's thuis van de New London Choral. Oh ja. Natuurlijk ontzettend mooi. Je hebt ook die Jong Mozart. Ja. Daar heb ik een mooie cd van. En die Jong Beethoven. Je kent ze reek niet opnoemen. Daar hebben ze het allemaal gezongen. Maar het is fantastisch ook, hè, Louis? Ja, ja, inderdaad. Hij was een geniaal man. Ja. Hoe hij zijn composities wist neer te zetten en te ontwikkelen. Dus dat is gewoon een feest om te zingen. Ja. We kijken even naar de klok, we moeten er bijna mee stoppen. Ja, en we hopen dat onze verhaal, of dat we hebben laten horen, mensen mag inspireren om te komen luisteren. Want het is leuk om te zingen. Het is nog leuker om te zingen voor een flinke groep mensen die komen luisteren. Ja. Noem nog even waar de mensen, wat de kosten zijn en waar ze terecht kunnen op 12 oktober. De kosten, je hebt twee kaartjes, eentje van 15, dan zit je op de eerste rij, en een 15 euro. En een kaartje van 10 euro, dus is meer de tweede rij. Ja. Mensen kunnen aan de kerk kunnen een kaartje kopen. Of ze kunnen bellen met, moet ik het telefoonnummer zeggen? Ja hoor, dat mag. Dat is 06 23 41 62 65. Nou, kijk eens aan. Daar kunnen mensen bellen voor een kaartje. Ik denk dat Christian het meest moet betalen, want die zit helemaal voor dan, hè?